Hey yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van GTA 5. En jongens, vandaag gaan wij volgens mij op zoek naar een of ander busje van het LSPD team of zoiets. Oh, Franklin. Oké, ik ben Franklin aan het bellen op de fruit telefoon. Smakke fruit. Kun je hem opeten als je trek hebt of zo? Kost ik maar 2 euro bij de Aldi, dus wat dat betreft. I gotta get hold of the money for that house we pulled down. So, I'm getting a crew together for you can guess. The pay will be awful and the risk will be high. But you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you can put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Oké, goed. Op naar een of ander busje of zo. Of moeten we dat niet doen vandaag? Of wel? Je ziet op de map wat ik moet doen dan of zo. Ik weet het ook niet. Oh, waar? Wat is dit dan? Wat is dit? Wat is dat? T en een vraagteken. Oh, dat zijn natuurlijk missies voor Franklin. Ah. Ja, we gaan gewoon maar eens een beetje rondrijden. Een beetje langs de Emulation of zoiets. I don't know. We kunnen even de auto gaan pimpen of zo. Who knows. Even zien. Dum, 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 dum. Ik weet toch zeker dat. Oh, hier. I am on the LSP. Check de kwartier. Kijk. HS. Waar is HS dan? Waar is HS? HS. Waar is HS? HS, HS, HS. Goede map dit. Holy shit, man. Waar is HS dan? Waar is HS? Please show me. Oké, nou dan show je me niet. Dombo. Jezus. Misschien moet ik even wachten. Misschien komt het dan. Oh, get recovered for the heist. Nah. Once all equipment has been... Update the main heist will be unlocked. Oké. Dat is dan heel leuk en aardig. Maar waar is dat tactical team dan? Wat ik moet overvallen? Want je kunt wel zeggen overval het. Maar ja, als het er allemaal niet is, dan kan ik er ook allemaal niks aan doen. Oké. Nou, waar hangt het uit? Hallo? What the fuck is het dan? Kijk ik er overheen? Nee, ik zie niks blauws. Ik zie geen kut, man. Nou, misschien komt het er nog op te staan. I don't know. Gaan we een beetje de stad in rijden? Gaan we hier zo in, bijvoorbeeld? Regent. Heel ver. Wat? Ja. Waar is het? Oh, het is rijdt op snelweg. Kijk eens aan. We gaan hier maar langs. Ik ga gewoon zeggen wat de minimap... Of ik ga gewoon maar doen wat de minimap zegt. Ik heb gisteren weer allemaal meuk. Tuurlijk, verkeerde kant. Ja, this was a nice car, maar ik heb helemaal gelijk, jongen. Yeah. Oké, goed. Gaan we eens even dat tactical team overvallen. Ik heb AK-47, dus dat moet wel lukken, denk ik. Hier rijden ze. Waar rijden ze dan? Oh, ze rijden op de afslag. Ja, ik wist het. Dat ze op de afslag gingen. Ja, nu gaan ze hier af. Kijk, hier zijn ze. Kijken we gewoon wat ze gaan doen. Kijk. Dit! En dit! Kijk, oh ja. Doe gewoon even dit mee. Nee, wat doe je nog gek? Wat doe je nog gek? Waarom ga je nou met die kant eruit? Dat moet je niet doen. Hup, ja, dat heb je nodig. AK-47, huppakee. Shit, man. Wat? Dood. Lelijkert. Oeh, baby, dat was close. Oké, nou, ik heb de bus. Dan moet ik de kops weer loosen. Nou, ik heb de bus in ieder geval. Dat ging heel erg makkelijk.
voor een tactical team. Zo, gaan we hier mooi af. Oké, ze rijden erop en dan gaan wij eraf. Oké, zo, nou, die kop zijn we zo af en dan vervolgens gaan wij er hier mooi af zo. En dan moeten we even ergens stoppen in een of andere steeg of zo, waar ze ons niet zullen vinden. Ja, dit is prima. Even kijken, kunnen we hier ook ergens in dan, want dat zal nog beter zijn. Nou, ik verstop hier al achter zo. Oh god, een heli. Jee, gewonnen van jou, kut politie. Even kijken. Ja, hierheen. Oké. Jezus, man. Rijden met dit ding. Ik denk het gewoon geen grip. Je kunt sturen waar je wil, maar dat ding gaat gewoon overal maar nergens heen. Rijden, hup. Hup, goed zo. Gewoon even schieten, dat doet wonderen. Even kijken. Oké. Wow. Sorry, meneer de sportauto. Wauw, we zijn echt vlakbij de factory. Oké. Okay. De factory, nee, de factory. Oké, okay. Oh, een tunneltje hier. Oké. Okay. Doet doet. Jee. Goed gedaan. Ben ik nu Lester aan het bellen? Hij zit in het gebouw, man. Jezus. Of zit hij daar niet? I got us the tag team rifles. Alright, then this squad is ready to go. Come inside and meet the crew. Jee, we gaan overvallen. Goed zo. Ja, Darnold Bros, dat weet ik nou ook wel. Coole das, Michael. Echt super cool. We're gonna move quick and we're gonna keep cool. Anybody gets pinched. Jongen, die outfit van Franklin is echt super cool. Holy shit, man. Als Franklin die outfit ook echt krijgt, is een garderobe. Baby. More simple plan will work best. We're gonna hack in, disable security, and waltz right in through the front door. The security guard should be to our left. We neutralize him. 15 seconds later, you come in. I want extreme pressure applied to the staff. The customers are to be calmly subdued. I want one guy. God, dat droplul zet haar hé. Ach, nou, dit heeft mij meer geld op. We're in and out in 90 seconds, guys. Franklin will handle your getaway. I'm leaving on foot. Any questions? Good luck, everyone. Let's go. Okay, let's go. Dun, dun, dun. Ik ben Franklin. Holy shit. Dun, 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 dun. Get in the van. Okay, dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Het zal een wat langere aflevering worden vandaag, jongens, maar ik vind het niet echt ja, fatsoenlijk om nu te stoppen bij de 8 minuten, dus wat dat betreft. Wordt hij wel wat langer, maar dat is ook wel cool, want het is een soort van heist. Het is mijn eerste heist, dus. Oké dan. Jongen, fucking AT-bus. Jee, Frank heeft eindelijk zijn AT-bus. Maar ja, dat kon hier langs gekund. Nou, kom op, hup. Popspils, reis door. Hup, ik geef even een L-boost. Oh nee, of niet. Jezus, dit ding heeft een nitro, hé. Boom, weg was die. Holy shit. My life, my liberty, my reputation. Same goes the other way. A crew will only work, only work. Ja, nou wil je ook gewoon door rijden. Hup. Nou, dan rij ik wel. I'm Michael. I've done this type of thing before, more than a few times. And I've made good money doing it. Enough to spend a long time. Ja, goed geld heb je inderdaad wel zeker verdiend. Hey. Holy shit, mooi huis. Kut gezin, maar goed, wat dat betreft. I'm Franklin, dog. I'm homies. I've done my shit small jobs, you know, liquor stores, warehouses, boosting cars. Then I met this dude right here, Michael, man. And he turned me on to this thing. So, who's next? Michael DeSanto, formerly Michael Townley, right? Can I just say, you're the reason I got in the game, man. You're my inspiration, the original outlaw. I don't know what you're talking about, so stop talking. Be cool, man. Your secret's safe with me. Us. God, fanboy, Jesus.
Michael, heb je deze lul opgepikt, jij? Groove Street! Oké, we zijn er. Mooie deuk erin. Kun je dan? Dit is een overval, iedereen liggen. Oh, humor van Michael, prachtig. Geef het, pak alles, ik wil al het geld. Huppakee, eens kijken of veel we mee kunnen nemen. Hup, yo. Hup, kijk eens aan hoeveel we al hebben, hé. Gigantisch veel al. Hup, dat ook nog even. Ik wou net zeggen, zullen we je nou beleven? Durf je? Hup, nog meer! We kunnen alles meenemen, jongens. Het gaat ons lukken gewoon. Kom op, dat nog. We pakken alles. Bag and tag. Oh, we hadden bijna alles. Jezus, wat echt bijna alles. De fuck is dat voor lul, Hannes? Wegwezen. Rijden, Franklin. Rijden met die monsterwagen met spook erop. Hup. Ja, ga naar kat, man. Oh, Franklin heeft gewoon een motor met spook erop. Kijk dan, spook voor de win. Maakt ook echt geen reclame voor Spronk. Ja, er is een crimineel met ongeveer 2 miljoen op zak. Die rijdt op een groene motor met Spronk erop. Valt ook echt niet op of zo. Oh god, ik word beschoten. Nee, Franklin! Nee! Franklin! Franklin, jij hoer! Nee! Oh god, Franklin lost the crew. Shit, man. Retry. Ik was gewoon te veel afgeleid door die spronkmotor. Hij was gewoon zo cool gewoon. Ik kan het niet helpen. God, nou, kom op, hup. Restart maar, spelletje. Waar is mijn spronkmotor? Oh, dat is misschien maar beter ook. Dan maar geen spronkmotor. Sad face. Oh. Ik ga gewoon de goede kant van de weg rijden. Dan bots ik niet zomaar tegenop auto's. Hup, 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 rijden met die bak. Oh god, ik ben geraakt, nee. No please. Oh, we gaan eraf, oh. Oh. What the fuck? Nou, waarom gaat hij die niet op dan? Er zit voor lul aan is dan ook. You are losing the crew. Ik doe toch mijn best. En... sorry, kunnen we even snelheid maken? Oh! Ja, godver. Ik kan ineens nog niet gaan rijden op zo'n ding. Hup, erop. Ja, biep, biep, biep. Kom er al aan. Jongen, ik ben 2 meter van je af. What the fuck wil je van me? The fuck. Ik had misschien beter die duurdere crew kunnen nemen. Ja, we hebben niet echt voor de goede type motor gekozen, denk ik. Shit, gek. Oh ja, Franklin heeft een special ability, hè. Ik activeer hem gewoon. Maar ik activeer hem gewoon niet, denk ik. Nee. Kiezen nog nodig. Had ik net nodig daar in die bouwplaats. Shit, gek.
Oh my god, man. Jongen, je modder valt vanzelf uit elkaar. Ga gewoon niet zeuren, ga gewoon rijden, oké? Okay? Hup. Natuurlijk is die truck er niet. Altijd zo. Altijd bij een heist in films en video's en tekenfilms. De truck is er nooit. Het is altijd zo. Wat voor scènes of zo. Het escape vehicle is er nooit. In films niet, het is er nooit. Oh shit, oké, het is er wel. What the fuck, ik ben nu in dit truck ding. Oké, hier, bom, jongen, ik reed een fucking truck ding. Wou je dan, jongen, donder op met je politiehoofd. Take out the cops before they get to the rendezvous point, oké. Jongen, dat is niet echt moeilijk. Ik reed een fucking truck. Ik beuk ze allemaal aan de kant. Kijk, zo gedaan. Hup, nee, niet meer. Doei. Hey, wouldn't be a robbery without a car chase, bruh. Wat voor hoer is dat, hè? Car chase. Oh, boom, ja, doei doei. Jongen, ik haal die motors nog in, zo. Oeps. Restart. Lukt alleen mij, ja. Alleen mij lukt het. Kom op, hè. Geweldig. Nou, dit was sowieso geen goud, want ik ben al twee keer dood gegaan. En dan moet je allemaal gebruik maken van checkpoints. En ik heb niet al het meuk meegenomen. Dus ik ben waarschijnlijk een robber van helemaal niks. Maar goed, ik kan de autootjes beuken. Beuk, beuk. Jongen, airborne! Jongen, ik beuk ze allemaal weg. Beuken, kom op, jullie gaan allemaal dood. Ja, nog één. En vervolgens die ook nog even. Ja, yeah, echt epic. Even via de staart. Ja, nog even. Pas op dat ik niet Franklin weer raak, want anders dan zijn we helemaal dood hier. En dan moet ik weer alles overnieuw doen. En daar heb ik geen zin in. Oké, okay, oh god, pas op. Ik ramde hem bijna weer. Ja. Die ligt daar waarschijnlijk nog. Een van de zwerver heeft hij nu. Zo dat ik het goede remmen, hè? Holy hell. Popspils. Jezus, hoe doen we dat? Huppakee, ik had dus iets verwacht. Ik vraag me af of ik... Oh ja, dit is mijn crew. Crew skills, crew... Oké, dat is handig. Dus iedere keer gewoon upgrade mijn crew. Oké, dat is wel heel goed, dus... Ik ben echt ook blij dat ik het goedkoper heb genomen. Want nou worden ze wel weer geüpgraded, dus uiteindelijk zou het niet zo heel veel uitmaken. Dus dat is wel nice. Sorry meneertje, het spijt me heel erg. Eigenlijk niet, maar goed. Ja, ik even binnendoor, hoor. Ja. Maar ik vraag me af als ik dus gewoon vooral een duurder iemand had betaald voor die betere gunman. Of ik dan ook een betere score had gehad. Dat die dan niet zou gevallen zijn. Dat zou wel wat zijn wat misschien anders zou kunnen. Nou, ik weet het niet. We zijn in ieder geval nu veilig. Coole das maken, wel echt super episch. Nu ja, los onszelf eroverheen. Ze gaan een gestolen truck in een security. Daar hangt een groot bord met security camera. En dan gaan ze hier dat ding neerzetten. What the fuck? Ze hebben, die politie zouden sowieso moeten hebben nu, maar goed. Dit hebben ze niet, hier hebben ze niet goed over nagedacht. Echt niet. We're back in action. We hebben geld, jongens. Geweldig. Hoeveel hebben we eigenlijk winst gemaakt? Nou, het is niet zo'n langere aflevering als ik had gedacht. 20 minuutjes, oké. Okay. Nou, mission passed. Kom op, hup. Nou, dank u wel. Heist passed, oké. Okay. Take 3 miljoen met Ravos, Michael Scott. Heb ik maar zo weinig!
heb ik gewoon maar 227 euro gekregen. Wat is dit nou? Wat is dit nou? Ik heb zoveel gehaald, dat is in ieder geval iets. Maar goed jongens, eens even kijken. We hebben nooit even onze eerste heist gehaald. What the fuck, Franklin, wat ben jij? The fuck? Hij zit in de circus club. Nou, strip club, ook goed. Hetzelfde, maar goed. Tanisha, I gotta go, alright? I'm a change, I promise. You won't even recognize me. Oké dan, wel jongens. Ik wil hier zo snel mogelijk weg. My god, we hebben een nieuw contact, Lester. Michael, meet at my place. Your card will be in your account as soon as Lester done some creativity. Oké, eens even zien. Waar kan ik uit dit zwijnenhol hier? Hier volgens mij dan, of? Ik denk het wel. Ja, hier kan ik eruit. Goed zo. Maar goed jongens, we hebben een top met nieuwe missies. Oh, Franklin heeft zijn auto hier staan, oké. Maar goed, bedankt voor het kijken jongens. Ik hoop dat jullie even een like achter te laten als jullie deze aflevering leuk vonden. Ik vraag jullie ook even om te abonneren als jullie meer GTA willen zien. En je kunt me natuurlijk even volgen op Twitter, @ShadowGames23Twitter. Want daar zie je alles over deze serie en zo. Dus bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.